Wij ook. Ja, zo zijn wij. Zo zijn wij. Alle gekheid op een stokje. De volgende wens. Ja, het is apart, hè? Ja, het is apart. Het is, nou ja, meer dan apart. Ik zou eigenlijk willen zeggen, zullen we hem gewoon skippen? Nee. Het is niet echt rock'n'roll, nee, sexy luister, televisie. Dan doe je het weer. Ik zei het ook al. Wij krijgen gewoon heel vaak van dit soort wensen. Je kan hem niet altijd maar skippen. Ja, maar die beesten die scheiden de hele studio onder. Dat kunnen we toch opruimen? Daar hebben we toch de Adriaans voor? Dat is waar, daar hebben we de Adriaans voor. Dat was ik even vergeten. Nee, tuurlijk, als de Adriaans het opruimen, en dat doen ze, want zo zijn ze, dan komt het gewoon helemaal goed. Ik zou willen zeggen, Adriaans, kom maar binnen dan. Ja, je ruikt het ook meteen al. En dan vraag ik ook even twee dames erbij. Bo, kom eens even naar beneden. En Chantal, waar zitten jullie? Ja, kom maar. Jullie, hallo dames. Hallo. Hi. Hoi. Kom even in het midden van de studio staan. Weten jullie het echt heel zeker? Ja. Ja? Ja. Echt heel erg zeker? Ja. Oké, volgens mij hebben we ook een cap voor jullie. Mag ik even de cap Adriaan erbij? Dankjewel. Zo, kijk eens even. Dan maken we het helemaal officieel. Zet maar op. Deze zat er ook nog bij. Oh, die zat er ook nog bij. Je vindt het leuk nu al, hè? Ja. Ja, nou, wacht maar tot je ziet wat er gaat komen. Die zien er perfect uit. Jullie staan al een klein beetje voor aap. Nou, Adriaan, ze willen het echt. Ik zou zeggen, laat ze maar los. Doe de trailer maar open. Oh, ze zijn een beetje wild. Voorzichtig, voorzichtig. Daar staan ze. Jullie mini-paardjes, want dat wilden jullie zo graag. Kom maar af, wat zijn ze lief. Nou, kies een kleur. Ja, Bo gaat op de zwarte en Chantal op de bruine. Ga er lekker op zitten. Ken je die trouwens van die... Het is een paard, heel klein, draagt een gouden ketting en er staat in de wei. Ja. Een Shetland Johnny. Goed. Ja. Dames, dit zijn jullie paardjes. Dit wilden jullie toch graag? Ja. Wat zijn dit precies? Het zijn... Wat zijn dit? Dit zijn speelgoedpaardjes. Speelgoed, minipaarden. Ja. En daar wilden jullie lekker op rijden? Ja. Nou, we hebben een hele prachtige BZT-studio. We hebben een groot parcours. Ik zou jullie vragen, kom maar achter me aan, geminipaard rijdt. Want dit is wat jullie willen. Het ziet er helemaal niet gek uit. Wel sturen, hè, Chantal? En opstaan, je moet echt licht rijden, zoals op een echt paard. Het hoofd moet jullie naar voren duwen. Dat helpt. Het hoofd naar voren duwen. Zo aantrekken en duwen. Duw, duw het hoofd naar voren duwen. Het is lastig, hè? Kijk, daar gaat hij. Ja, het is even de slag te pakken krijgen. Het zijn echt de langzaamste paarden van de wereld. Kijk eens, kijk. Ja. Je hebt de slag te pakken. Ja. Hoe is het? Hoe voelt het? Heel grappig. Ja, nou kom maar achter me aan. Voorzichtig voor de kabels. Achter de wortel aan. Kijk eens even, alsof ze dit al jaren doen. Oh, voorzichtig over de kabel, ja, een beetje helpen. Nou, daar ga je natuurlijk nooit meer vanaf. Hoe zou je hem noemen? Blackie, niet Pepijn. Blackie, we gaan hier gewoon linksaf zo voor de ouders langs. Hartstikke gezellig. Zo, Chantal. Ja. Dit is wat jij wilde, toch? Op televisie, op een paard. Nou, dat is een stukje televisie om u tegen te zeggen. Ankie van Grunst van Eat Your Heart Out. Ik zou zeggen, dames, er is een heel parcours uitgezet door de hele studio heen. Ga lekker een rondje rijden. Okay. En zien we jullie straks nog even terug. Ja, is goed. Een groot applaus van alle ouders hier op de patio, toch? Ja. Ja. Had ik vroeger ook wel gewild. Maar ja, toen bestond dat nog niet. Eens even kijken. Gezellig, hè, ouders? Is het een beetje leuk hier? Ja? Zit de sfeer er goed in? Ja? Bij u ook? Ja, prima. Ik voel een klein beetje spanning. Is dat zo? Slecht geslapen de laatste tijd. Even de pols voelen. Mag even de pols voelen? Ja. Oeh. Beetje hoge pols. Nee, valt wel mee, denk ik. Nou, nee, dat valt helemaal niet mee. U moet eventjes een beetje ontspannen. Nou, dan ga ik met je mee. Oh, nou.
U biedt het zelf aan. Ga gezellig met me mee, dames en heren. Hij gaat.